koken. En wat ben je dan aan het doen? Ik ben aan het koken gewoon. Ben je aan het koken? Aha. En wat maak je? Ik weet niks. Weet je niet wat je maakt? Aha. Wat staat hierop? Ik weet het niet. Kip. Kip tandoori. Kip tandoori? Aha. Of kip tandoori? Ah. Ja, maakt mij niet uit hoor. Kip tandoori. Oké, en wordt het lekker? Ja. Oké. Ik zal goed oppassen. Je gaat goed oppassen, ja? Je moet dan het roeren, hè? Ja, en mijn mama is ook aan het werk. Ik kijk hoe jij roert. Dan gaat zo meteen het fornuis wat hoger zetten. Gaat ie. Niet te hard roeren. Langzaamaan. En voor wie is dat? Au. Oh, voorzichtig. Hij spettert een beetje. Zo. Oké. Klaar? Hij spettert al minder. Voor wie is het eten? Nou, voor mama. En voor wie nog meer? Nou, mijn zusjes en ik. Voor je zusjes en ik, oké. En wat heb jij op je neus zitten? Wat is dat? Nou, dat is ijs. Is dat ijs? Oh, dat weet je, dat het op je neus zit. Dat zit ook op je voorhoofd. Ja. Hoe ben je aan dat ijsje gekomen? Nou, ijskomman. De ijskomman, die was in de straat. Mm-hmm. En toen heb je om een ijsje gevraagd. Aha. Oh? Maar je had geen geld. Aha. Hoe deed je dat dan? Nou... Heb je voor hem gezongen? Heel weg. Ik zei het, het is heel ver weg. En toen moest een zwemmer betalen voor mij en hem. Oké. Dus Sven heeft voor jou betaald. Mm-hmm. Maar Sven heeft mij verteld dat hij niet betaald heeft voor jou. Hij heeft alleen voor zichzelf betaald. Hij wel. Nee, hij heeft niet voor je betaald. Wel. Hij had niet genoeg geld. Had maar geld voor één kindje. Ah, maar de ijskomman zei de ijskomman, ik mag zonder geld van de ijskomman. Zonder geld ijs halen. Zo'n ijskomman wil ik ook elke dag in de deur. Ja, want het is een beetje ver weg. Hij was een beetje ver weg. Waar was je dan helemaal? Nou, ik was bij de tuin van bij Sven. Oh, dat is toch niet een beetje ver weg? Dat is toch dichtbij? Nou, mijn huis is een beetje ver weg. Oh, dat valt toch wel mee? Ja, maar hij stopt hier ook voor de deur. Ja, maar toch. Heb je hem gezien? Nee, ik heb hem niet gezien. Nou, de ijskomman is heel lief. Is hij heel lief? Uh-huh. Oké. Dus je hebt eigenlijk gewoon met je mooie blauwe ogen en een hoop geslijm aan een ijsje gekomen. Zo van, je bent heel lief, nu krijg ik een ijsje. Daar komt het eigenlijk op neer. De ijskomman is daarna niet de gedachte van, nou ja, volgens mij ben ik nu genipt met die mooie blauwe ogen. Ik denk dat jij de ijskomman eigenlijk een beetje opgelicht hebt, of niet? Jij hebt hem een ijsje, je hebt gewoon een ijsje besteld, die heb je gekregen. En toen zei je, het is heel ver weg. En toen moest ik ook voor hem iets doen. Wat dan? En toen moest ik even een bakje vragen. Oh, een bakje vragen. Mm-hmm. Oh, en moest hij dat bakje hebben dan? Nee, want ik moest hem hebben. Oh. Want hij smelt.
Hij smelt. Dus je moest een bakje vragen omdat jouw ijsje smelt. Ja. Moest dat van de ijskoman? Ja. Oké. Waarom lacht Lily? Ja, ik vind jou wel komisch. Ik ga dit naar papa toesturen. Zou hij dat leuk vinden, denk je? Volgens mij vindt hij het om rot te lachen. Ja, maar hij blijft ook bij ons. Wat? Hij blijft ook bij ons. De camera? Ja, nee, maar ik ga de beelden naar papa toesturen. Maar die beelden met deze wil ik ook houden. Ja, die houden we ook. Papa krijgt een kopietje. Met de computer kan hij ook kijken. Moet je papa nog wat vertellen? Ja. Zeg je papa. Papa, je bent heel lief. Moet je in de camera kijken als je dat zegt. Papa, je bent heel lief. Oké. En een kus. Ja. Een knuffel. Nee, snoesie. Ik denk dat papa jou ook heel lief vindt zo. Nou. Want je bent toch mama aan het helpen met koken, hè? Ja, heb ik eens een keertje al gedaan. Ja. Ja. Nou, ik wil nu ontzettend koken. Nou. Oké, gaan we nu stoppen met filmen. Zeg maar dag papa. Dag papa. Ik hou van jou en dag. Wil je nog wat zeggen, mama? Ja. Wat? Wil mama ook wat zeggen? Zo. Je mag me niet aan de camera hebben.